allemaal, welkom op mijn kanaal, welkom bij deze nieuwe video en welkom in Mike's creatieve wereld. Leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video en in deze video ga ik dit pakket uitpakken. Dit is een verrassingspakket wat ik besteld heb bij Renske Creatief. En het is het verrassingspakket gericht op tunisch haken. En aangezien ik de laatste tijd natuurlijk behoorlijk wat tutorials op mijn kanaal geplaatst heb over tunisch haken, leek het mij ook wel heel erg leuk om dus dit pakket te gaan bestellen. En Renske, die heeft je toestemming verleend om mij deze video dus te laten maken. Dus ik ben heel erg benieuwd wat de inhoud is van het pakket. Dus laten we gauw gaan kijken. Ik heb weer een pakketje binnengekregen. Dit is ook weer een verrassingspakket wat ik besteld heb bij Renske van Renske Creatief. Ze had weer wat verrassingsboxen in haar webshop gezet. Dus ik ben weer eventjes gaan snuffelen. En toen zag ik dat zij dus ook verrassingsboxen had voor het thema tunisch haken. Nou, degene die mij op Instagram volgen, die hebben al meerdere malen berichten voorbij zien komen dat ik momenteel ook met tunisch haken tutorials bezig ben. Dus het leek mij hartstikke leuk om daarom het verrassingspakket tunisch haken te gaan bestellen. Ik had het laatste pakket, dus deze zijn niet meer te verkrijgen. De doos heb ik inmiddels al losgemaakt, zoals jullie kunnen zien. Ik ga hem eventjes op de grond neerzetten, zodat ik goed de items op tafel kan laten zien. Dit pakket kostte mij 20 euro, dus het viel me alles mee. En de waarde van het pakket is 50 euro, dus het is weer een leuk pakket, neem ik aan. Ik ben heel erg benieuwd wat erin zit. Vooral omdat het ook tunisch haken is. Dus ik ben heel erg benieuwd. Dus ik ga even de doos op de grond zetten. En dan ga ik jullie laten zien wat de inhoud is van deze of dit verrassingspakket. Nou, ik heb inmiddels de inhoud van de doos hier voor mij op tafel gezet. Ik heb weer een papieren tas van Durabel waar van alles en nog wat in zit. En ook nog een doos wat erin zat voor een haakproject. Daar ga ik eerst even mee beginnen. Dan zal ik daarna de tas gaan uitpakken. Dit pakket zit erin. Nou, je ziet ook al het prijsje erop staan. Dat is €37,95. Dus het is een behoorlijk duur pakketje. Dit is de Tunisian Flower Shawl. Dus dat is op een Tunische manier die bloemenhaken aan elkaar zetten. Om een hele leuke sjaal te gaan maken. En daar is het omhulsel al los. Dus ik kan jullie zo ook een beetje laten zien van hoe die bloemen eruit zien. Nou, er zitten dus 7 bollen Durabel Cozy Fine Vintage Pink in. 2 bollen Cozy Fine Okra. En 2 Cozy Fine Mint. En het patroon. En daar maak je dus uiteindelijk deze sjaal mee. Het ziet er erg leuk uit. Ik ga ze even openmaken. Oeh, gaaf. Dit is zulk lekker gaar om mee te werken. Kijk, en je ziet dus dat er ook 4 varianten qua kleuren zijn voor deze sjaal. Hartstikke leuk. Super gaaf. En dit zijn dus de bolletjes. De kleurtjes. Heerlijk zacht gaar ook weer. Dus het is die cozy fijn. Het is dan 50 gram en 105 meter op een bol. En het bestaat uit 58% katoen en 42% polyacryl. Dus het is ook echt heel erg warm om die sjaal lekker te maken. Lekker voor in de winter.
Dus dat is het pakket wat in zat. Heel erg gaaf. Hier ben ik al heel blij mee. Erg leuk. Schuif ik even aan de kant. En dan ga ik de papieren tas even neerleggen. En dan ga ik grabbelen in de tas om te kijken wat er allemaal in zit. Nou, er steekt al iets uit. Dus dat pak ik als eerste. Oh. Gaaf. Dit is dus een... Oh, dat zijn er twee. Joh. Dit zijn dus van die dubbele Tunische haaknaalden. Aan beide kanten zit een punt. Dus daar kan je dus gewoon echt heen en weer mee haken. Of mee, eventueel mee in het rond. En het zijn dan maatje 5. Oh, dat vind ik super. Dat is ook echt een maat waar ik graag mee werk. En er nog 2 stuks ook. Super. En die kan ik uiteraard ook nog weer gaan gebruiken. Eventueel voor het Tunisch pakketje wat erin zat. Maar het Tunische haaknaald, dus met zo'n dubbele punt. Aan beide kanten een punt. Die kan je dus gebruiken om grote projecten te maken. Met heengaande en teruggaande toeren. Met bijvoorbeeld kleurwissels. Maar ook dus voor het rondhaken. Daar heb je ook een dubbele punt voor nodig, omdat je anders niet kan rondhaken. Dus ik ben hier echt onwijs blij mee. Heel gaaf. Super. Dan zijn dit ook 2 haaknaalden. Oh. Ja, zie je. Ik dacht al, want er zit hier ook een gat onderin. Ik dacht van, hoe werkt dat? Maar dat zijn van die noekingnaalden. Dat staat er ook op. Dan moet je dus een koord hier door de opening van die naald halen. En dan kan je dus op een Tunische manier ook gaan haken. En alles afhalen en dat gaat dan op dat koord. En dan draai je werk om en dan ga je dus weer opnieuw beginnen. Dat geeft ook een gebreid effect. Ik heb er al eens wat tutorials over gekeken. Ik ben me er wat aan in het verdiepen. Ik heb toevallig ook een setje met noekingnaalden liggen al. En als ik het een beetje ontdekt heb hoe het allemaal werkt, dan wil ik ook even gaan kijken of ik daar eventueel tutorials mee kan opnemen. Want het ziet er in ieder geval wel heel erg leuk uit wat je ermee kan maken. Dus nou nog 2 andere maatjes erbij ook. Een maatje 4 en een maatje 6 is dit. En dan van de Knit Pro Symphony. Dat zijn dan houten haaknaalden. En die haken ook echt heerlijk. Gaaf. Nou, ik ben tot nu toe alweer hartstikke blij. En dan heb ik een zakje. Wat zit erin? Het visitekaartje van Renske Creatief. Ga ik echt even kijken op haar site, want ik heb zulke leuke dingen. Ik ga ook uiteraard die link weer onder in de beschrijving plaatsen. Even de tafel leeg schudden. Oh, leuk. Hier zo'n flaconnetje met wolwasmiddel. Rapture, dat is dan van Eucelan. Dat is echt een perfect wasmiddel voor je haak- en breiwerken. Dat kan je rechtstreeks in de wasmachine gebruiken. Of je kan het oplossen in water en in een plantenspuitje doen en dan je werk mee nat sproeien. En het voordeel ook van dit spul is dus dat je dat ook niet hoeft uit te wassen. En er zit gewoon echt een lekker geurtje aan ook. Dit is dan de geur jasmijn. Dus dit, echt een aanrader dit spul. Even kijken hoor. Wat is dit?
Oh. Niet aan trekken, je moet eraan draaien. Maar dit is een heel leuk pennetje. Van Renske zelf, het staat erop. RenskeCreatief.nl. Heel erg leuk. En handig ook, want die kan je dus mooi i-shirt klikken of wat dan ook. Dus dan heb je altijd dat pennetje bij de hand, mocht je aan het haken zijn en aan het turven zijn bijvoorbeeld. Dus een mooi handzaam klein pennetje. Heel erg leuk. En toerenteller, die je dus met de hand kunt draaien. En het voordeel van deze is ook dat je die op je breipen in dit geval kan schuiven. Dus dan kan je per pen tellen hoeveel pennen je gebreid hebt bijvoorbeeld. Maar ook op een Tunische haaknaald zou je dit kunnen schuiven als je niet echt heel veel lussen gebruikt. Dan kan je dus ook heel goed je toeren bijhouden. Dus altijd handig. Nou, dan de steekmarkeerders. En dit zijn van die lekkere, flexibele steekmarkeerders die dus niet breken. Hier ben ik echt enorm fan van. Dus ik heb er ook inmiddels al behoorlijk wat. En dan allemaal hele leuke houten labeltjes. Waar dan op staat handmade in verschillende kleurtjes. Die rechthoekige en dan van die ovale hartjes. Er staat allemaal handmade op. Dus die kan je dan heel leuk op je project gaan bevestigen als je er klaar mee bent. Het zijn er ook behoorlijk wat. Erg leuk. Ik hou ook altijd wel van dit soort dingen. Dan zullen we het even terug doen in het zakje voordat ik ze allemaal ga verliezen. Dat moeten we natuurlijk niet hebben. Het is echt weer een onwijs leuk samengesteld pakket dit. Zo. Dan gaan we weer grabbelen in de tas. En dan, nou, wat voel je hier? Oh, dat is ook handig. Dit is dus een klein lineaaltje. En daar staan de inches op, dat is aan deze kant, en centimeters. En dit soort lineaaltjes die zijn altijd heel erg handig om een stekenproef mee te doen. Want heel vaak wordt in een stekenproef aangegeven van bijvoorbeeld 10 pennen en 10 rijen is zoveel steken. Of zoveel centimeter, of 10 keer, nou, moet ik het wel even goed zeggen. Dan staat er gewoon het aantal rijen en het aantal steken. Dat moet dan een bepaald aantal zijn op 10 centimeter. En dat kun je dus met dit kun je het heel makkelijk gaan testen. Dan kijk je dus inderdaad gewoon op je lab 10 centimeter en hoeveel steken heb ik daarin zitten en hoeveel rijen heb ik daarin zitten. Dus dan kan je gewoon echt een hele mooie stekenproef doen. En als je stekenproef afwijkt van wat er op het label staat, kan je altijd nog een naald groter of een naald kleiner gaan gebruiken. En dat kun je dus ook nog weer met deze gaten opmeten. Daar kan je dus je naald doorheen steken en dan kun je dus zien welke maat het is. Mocht de maat van je naald af zijn, dan kan je dus door middel van dit hulpmiddel kan je dit gaan controleren welke maat het is. Dus erg handig. Heel handig. Dan voel ik een zak met scheepjes garen. Gaaf. Oh, dit is de scheepjes Invicta Extra. Gaaf. Het is dan een garen wat bestaat uit 75% wol en 25% polyamide. Het zijn 50 grams bollen. En er zit 200 meter op een bol. Oh, kijk, en hier zie je dus die stekenproef. Dus dat zijn dan 40 rijen en 28 steken.
En die moeten dan dus overeenkomen met 10 centimeter op naald 3. Dus dat is een stekenproef. En daar gebruik je dus deze voor. Maar dit is dus de scheepjes Invicta Extra. En scheepjes Invicta heb je in verschillende varianten ook. En het is een sokkengaren. En heel vaak vind ik ook echt met zo'n sokkengaren, als je het bolletje vaststaat, dat je echt denkt, wat voelt dat stug en wat prikt dat. Dit prikt niet. En het wat zei ik nou, 75% wol is dit. Het prikt niet, het voelt niet echt extreem stug aan. Het voelt eerder wat stroef aan. Dus dit is niet zo'n standaard sokkenbol waar ik de kriebels van krijg als ik dat vastpak, zo'n bolletje. Dit voelt gewoon prettig aan. Dus het is hartstikke leuk. En er begint dus nu gelijk al van alles en nog wat door mijn hoofd heen te borrelen. Van oeh, wat kan ik hiermee tunisch gaan haken? Dus daar ga ik hard over nadenken. Maar ik heb er dus 5 bolletjes van. Kijken of er op de zak een kleur staat. Nee. Nou, als ik moet gokken, dan gok ik op een paarse kleur dit. Het zou ook heel goed blauw kunnen zijn. Maar ja, met mijn kleurenblindheid is dat wat lastig gokken. Dus excuus als ik de kleur verkeerd noem. Dan voel ik nog een pakketje met garen volgens mij. Oh, gaaf. Nog een keer 5 bollen scheepjes Invicta extra. En deze zal ik dus echt, deze zou ik dus wel echt als een ja, donkerblauw, donkerpaars gokken qua kleur. Oh, dat is gaaf zeg. Ook 5 bolletjes hiervan. Dus totaal 10 bollen. Oh, daar kan ik echt wat leuks mee maken. Niet te veel gaan brainstormen nu, want dan word ik gek. Heel gaaf. En dan is het thuis leeg. Dus dan laat ik nog weer eventjes zien wat er in het verrassingspakket tunisch haken zit. Kijk ik even of ik nog wat uit kan zoomen. Nee. Dit pakket dus, de Tunisian Flower Shawl. En die is trouwens ontworpen door... Staat er 19 er ook al veel op. Even kijken hoor. Oh, hier. Atti Norel. Norel. Geen idee hoe ik je naam uitspreek. Excuus als ik hem verkeerd uitspreek. Maar dit is dus de ontwerpster. Atti Norel. 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 Heel gaaf. Oep. Dus dit pakket zat erin. Om die leuke bloemensjaal mee te tunisch haken. Dan 10 bollen scheepjes Invicta. Twee noekingnaalden. En ik ga me hier nog eventjes verder in verdiepen. Zodat ik daar eventueel in de toekomst dus tutorials mee kan gaan maken ook. Het lijkt me echt heel erg leuk. Dat is echt een naald om dus hakend mee te breien, zeg maar. Dan 2 dubbelpuntige tunische haaknaalden in de maat 5. Een klein lineaaltje voor een stekenproef te doen en om je naalden mee op te meten. Dat zullen dan voornamelijk echt breinaalden zijn die je erin kan opmeten. Een heel leuk klein pennetje van Renske zelf. RenskeCreatief.nl. Altijd handig en makkelijk mee te nemen ook. Een flaconnetje met wolwasmiddel. En dan in het zakje steekmarkeerders en
houten labeltjes. En dan nog een toerenteller. Nou, echt weer een ontzettend leuk pakket heb je samengesteld, Renske. Echt, ik ben er heel erg blij mee. Het is echt weer een verwennerij. Echt superleuk. Ik ga onder in de beschrijving van deze video een link plaatsen naar Renske, haar webshop. Dit pakket is dus op het moment van filmen niet meer beschikbaar. Ik heb dat ik deze bestelde, de laatste besteld. Dus ik had echt geluk. Er zijn nog wel, op dit moment nog wel andere verrassingspakketten beschikbaar bij Renske. Dus mocht je er nog interesse in hebben, ik hoop als deze video online komt dat de pakketten dan nog beschikbaar zijn. Zodat je ze eventueel kan gaan bestellen ook. Het zijn ook verschillende soorten pakketten en ook verschillende maten. Dus ga onder in de beschrijving even kijken. Daar zal ik dus de linken gaan plaatsen naar Renske, haar webshop. RenskeCreatief.nl. Renske heeft ook een eigen YouTube kanaal. Ook die link die zal ik gaan plaatsen onder in de beschrijving van deze video. En word ook vooral eventjes abonnee van Renske, haar YouTube kanaal. Want daar heeft ze echt heel veel leuke filmpjes staan. Onder andere ook van unboxingen, gare reviews, tutorials, nou noem het maar op. En het staat op haar kanaal. Echt een aanrader om een keertje te gaan kijken ook. En als je er dan bent, abonneer dan ook eventjes op haar kanaal. En Renske heeft ook een blog. En dat blog, dat zal ik dus ook eventjes gaan linken onder in de beschrijving van deze video. Dit was dan de unboxing van het Tunis hakenpakket wat ik besteld heb bij Renske. Renske, weer enorm bedankt voor het geweldige pakket. Je hebt echt weer een heel leuk pakket samengesteld. Ik ben er echt weer heel erg blij mee. Heel erg bedankt ook, Renske, dat je het toestond om mij dit te kunnen laten filmen. Uiteraard overleg ik dat altijd eerst met degene waar ik het bestel of het überhaupt mag. Nou, Renske vond het geen probleem, dus Renske, bedankt daarvoor. Ik ga er lekker van genieten. Ik ga heel hard bedenken wat ik met mijn garens ga maken. En dan zou ik tegen jullie zeggen, dankjewel weer voor het kijken. En Renske ook weer heel erg bedankt. Dat was dan de inhoud van het pakket. Het was echt weer een feestje om hem uit te pakken. En ik ben ook echt heel erg blij met de inhoud van het pakket. Ik kan weer lekker aan de gang. Ook een aantal items erin gekregen waar ik al een tijdje naar op zoek was. Dus echt helemaal geweldig. Dus Renske, nogmaals enorm bedankt voor dit hele gave pakket. En ook natuurlijk voor dat ik deze video mocht maken met jouw toestemming. Alle informatie van Renske, die ga ik dus linken onder in de beschrijving van deze video. De webshop zet ik daar neer, de blog van Renske zet ik er neer en ook het YouTube kanaal van Renske kun je dus terugvinden in de beschrijving hieronder deze video. Dan kan je daar ook eventjes een kijkje gaan nemen en dan ook eventueel eventjes abonneren op haar kanaal. Dat is echt wel een aanrader om dat te gaan doen. Ik zou het ook heel erg leuk vinden als je je abonneert op mijn kanaal. Doe dat dus door die rode abonneerknop. Kost je verder helemaal niks, dus doe dat bij mij en bij Renske. Dat zouden we allebei heel erg leuk vinden. En druk dan ook eventjes op het belletje naast die rode abonneerknop. Want dan krijg je automatisch een melding als er een nieuwe video verschijnt op ons kanaal. Voor nu dus, heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. En dan zou ik zeggen, tot kijk in een van mijn andere video's. Doeg!